Ik vraag net aan Annie hoe de mensen van de techniek heten. Kijk, en weet je al een beetje hoe ze heten? Ja. Eentje sowieso, Robin. Hoe heet hij met die pet? Heeft die pet. Yes, goedemorgen. Het is 29 mei 2022, 12 uur. Lachen, man. Ik ga gewoon weer vloggen. Ik had op Instagram een poll geplaatst en heel veel reacties op gekregen met de vraag: moet ik nou vloggen of moet ik nou gaan TikTokken? Heel erg, misschien wel 99% met twee mensen die zeiden TikTok. Dus bij deze, dit wordt mijn allereerste vlog. We vertrekken zo meteen naar Den Bosch om daar voor een uitverkochte zaal te gaan spelen. De show Mijn Oom met Ambon. De ene laatste en dan theaterstop en dan dinsdag dan in Amsterdam. Maar op dit moment wacht ik heel eventjes op Leonard Pijs, de techniek. En Jozef Rissamassu, productie. Want ze belden mij dus vanochtend op. Leonard belde mij vanochtend op om te vertellen dat hun douche kapot is. En of ze even bij mij wilden gaan douchen. Dus het leuke is, dus als ze zo meteen aankomen, dan zijn ze gewoon Moeka Kring, gewoon net wakker. Allemaal stront tussen de ogen. Dus dat wil ik ook heel graag filmen. Dus tot zometeen. En dan wachten we nog heel even op Hepi en Hepi. Kijk. Saddam, wij zijn allebei Yellow Gang. Bonnie! Jullie zien er echt wel heel kring uit wel, hè? Ja, weet je wel. Dus vandaag is kring opstart. Salamat pagi. Salamat pagi. Oh, Jozef. Salamat pagi. Kom binnen. De boys zijn binnen. Ik ga vloggen weer. Yes. Weet je dat? Oh, mooie camera. Dat heb ik al een tijdje. Alright. Kijk, dat is om Jozef weer. Ja. Zellig. Zin in, Annie? Zin in, wel ja. Let's go. Zin in om Jozef? Ja, ik kan niet wachten. Hij is ook weer blij. Je moet eventjes jouw cadeautje opmaken. Wat Sammy Joe voor jou. Sammy Joe heeft voor jou speciaal gemaakt. Oh joh. Hey. Oh my gosh. Ik hou van jou. Sammy Joe, ik hou van jou. Je bent echt gangster. Goed, Joe. Goed, meteen. Goed, hoor. Welkom. Hey, Pan. Bolly. Rustig. Rustig. Oh, sorry. Rustig. Bolly, rustig. Rustig. Koffie. Ik weet ook niet wat ze heeft gemaakt. Het bloemetje vooraan. Dat is leuk. Ja, nou ben je blij, hè? Ja. Oh, I love you too, Sevijo. Love you, love you. Kijk, wie gaat dat eerst douchen? José. Jozef gaat dat eerst douchen. De handdoeken zitten op de kast, hè, boven. In de badkamer, weet je toch? Ik heb ook het meegenomen. Oh ja, nee. Oh ja, wat jullie willen. Dan loop je heten met een natte handdoek in de berg. Oké, lieve mensen. Annie? We zijn ready. We zijn ready. Om Jozef zit al in de auto te chillen. Alles is ingepakt. Bolly zit ook al ready. Yes. Wij gaan nu vertrekken richting Den Bosch. Den Bosch. Dus tot daar. Tot daar. En dan gaan we gewoon knallen. We gaan knallen. De ene laatste voor de theaterstop. See you. See you. Maar ja, goed. Maar I love you. We hebben nodig. Moest die? Yes. Voor dat volgende seizoen. Ancho. Comeback. Goedendag, goedendag. Joshua. Stefan. Hey, Stefan. Hey. Hey. Robin, daar zijn ze weer. Daar zijn we weer. Daar zijn we dan. Nou, lieve mensen. We zijn net aangekomen. Mijn oom had allemaal voor de tweede keer hier. Dus we gaan gewoon weer lekker knallen. Het is Bolly, ons theaterhondje.
Bolly. En dan zijn we gewoon weer. We gaan eventjes alles uitladen. En dan volle bak vanavond. Altijd leuk om in het bos te zijn. Bolly vindt het ook hartstikke leuk. Ben je blij? Ik ben echt zenuwachtig. Ik weet even niet wat ik moet zeggen, maar ja, tot zo. Jozef, we zijn aangekomen. We zijn aangekomen bij de verkadefabriek in Den Bosch. Tweede keer Den Bosch. Tweede keer Den Bosch. Hebben we zin in. Dit is mijn kleedkamer. Dus we gaan gewoon weer knallen. Ik ga even kijken, ik ga even zo doen. Eventjes met de camera. Doe ik gewoon. Oké, we gaan nu eventjes, ik ga nu eventjes een beetje inladen, een beetje alles een beetje klaarzetten. Bolly niet doen. Bolly niet doen. En dan gaan we gewoon, ik ga nu even alles klaarzetten. En dan zie ik jullie zo meteen. Tot zo. Hoe jij je voelt. Hoe ik mij voel. En mijn feelings are different. Mooi. Ja, dit is wel een hele goede beschrijving van mijn feeling van vandaag. Colorful. En super druk, soort van. En heel. Kom op. Ja. En wel tas gewoon altijd. En met moest die pakken. Moet tas, altijd tas. Want anders mijn hoofd is ADHD, alles kwijt. Alles kwijt. Okay, dus dat. Maar vandaag, kijk, we mogen hier weer vandaag spelen. Altijd gekke huis hier? En, altijd gekke huis, altijd gezelligheid. Bob Hughes is onze rockstar. Kijk zijn schoenen, ik ben echt fan. Hij rookt die gewoon. Hij rookt deze gewoon. Hij rookt die gewoon, met een hele outfit, met gitaar. Kijk die outfit. Kaaien, hard! Het is nu, even kijken hoe laat het nu is. 3:10. En oom Jozef is eventjes gitaar eventjes helemaal aan het oppoetsen. De mensen van de techniek zijn ook even druk bezig met de monitor en alles erop en eraan. En ik zeg eerlijk, in Den Bosch is het altijd feest. Een paar dagen terug heb ik gehost op Sauco Festival in Tulburg. En daar merkte ik het ook al, mensen uit Brabant zijn gewoon altijd gek. Omdat ze gewoon wat, hoe moet ik het zeggen, gezelliger zijn, denk ik. Ja, ze zijn wat gezelliger. Dus daarom is het in Brabant is altijd super. Dit is trouwens ook de geboortestad van papa. Die is in Den Bosch geboren, opgegroeid in Vught. Dus nu gaan we gewoon hier het dak helemaal eraf spelen. Dus echt super, super, super veel zin in. Dus Annie, ik vraag net aan Annie hoe de mensen van de techniek heten. Kijk, en weet je al een beetje hoe ze heten? Ja. Eentje sowieso, Robin. Hoe heet hij met die pet? Heeft die pet. Die oude heet? Stefan. Dan heet hij of Tom. Stefan. Ik ga het gewoon proberen het zo te gaan. Stefan. Schrijf je naam op. Ik moet een lijstje maken met wie hij vandaag werkt. Ja, schrijf even je naam op. Ja, hij heet Stefan en Robin. Stefan en Robin. Oké, dan gaan we niet vergeten, mensen van de techniek vandaag heten Stefan en Robin. Dus Papa Epang en Papa Obi. Papa Epang en Papa Obi. Papa Epang, Papa Obi. Annie Minomani, of wil je wat drinken? Volgens mij hebben ze hier toch altijd. Laten we even kijken in de koekjes. Papa, we kunnen kiezen tussen water en cola. Zoals je hoort op de achtergrond, Stefan nu aan het soundchecken. En wat ik altijd fijn vind om te doen, is om eventjes gewoon in de zaal te zitten. En een beetje de sfeer te voelen, te proeven. Annie die heeft de laptop. Gaat hij nou naar boven? Dus dat is het. Het is nu, ik weet niet hoe laat het is.
half vier of zo. En het fijne is dat we lekker vroeg in het theater zijn, zodat we lekker rustig kunnen opbouwen. Ja. Rustig kunnen soundchecken, rustig kunnen... Ik zou je dus vertellen, ik had dus... Gisteren was ik dus gewoon echt helemaal mijn stem kwijt. Gisteren was ik gewoon echt helemaal mijn stem kwijt. Dus ik heb gisteren ook gewoon de hele dag heb ik gerust. Want ik was echt bang dat ik zo meteen met een schorre stem sta op te treden. En dat kan je gewoon niet maken. Dus ik heb gisteren heel erg veel thee gedronken met citroen, honing en gember. En dus mijn darmen zijn nu helemaal schoon. Dus we gaan nu gewoon even lekker chillen. Alles is al opgezet. Ik heb niet zoveel. Maar het belangrijkste is... knallen. Dus ik zit nu gewoon even lekker in de kleedkamer. Vind ik altijd heel erg fijn om gewoon even lekker te chillen. Mezelf echt goed voor te bereiden, want wat ik echt altijd doe, ik speel elke show alsof het mijn laatste is. Zodat ik echt alles kan geven. Dat vind ik gewoon heerlijk. En als ik gewoon de energie van de mensen krijg, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Dat gevoel is gewoon echt onbeschrijfelijk. En dat is voor mij wel even wennen om weer te gaan vloggen. Toen ik met mijn broer optrad, toen deden we dat veel. Maar het is gewoon fijn om het gewoon weer op te pakken. Zodat jullie kunnen zien hoe we dit doen. Zoals je ziet, we doen altijd alles heel relaxed. Rustig vertrekken, rustig aankomen, broodje eten, koffietje of een theetje. Met de techniek gewoon altijd lekker chillen en dan gaan we lekker rustig beginnen. Want ik merk ook, als je echt haastig gaat haasten en... stress, dat gaat gewoon niet werken. Dus dat is altijd heel fijn als iedereen gewoon zijn ding doet. Ik ben ook gewoon heel chill. Ook tegen mijn teamleden ben ik gewoon heel chill. Doe gewoon wat je moet doen. Maar het allerbelangrijkste is de show. De show is het allerbelangrijkste. De mensen moeten gewoon met een gevoel naar huis gaan van wauw. En dat is ook niet niks, hè. Twee uur lang. Hè? De show duurt twee uur lang. Als je kijkt naar andere cabaretiers is misschien een uur of anderhalf uur. Maar deze show duurt twee uur lang. Zonder pauze. Het is gewoon topsport, zeg ik eerlijk. Maar ik heb nooit een moment gehad op het podium dat ik moe word. Of dat ik denk van shit man, hoe lang nog? Heb ik nooit. Als het is afgelopen, dan baal ik altijd. Want ik wil gewoon doorgaan. Maar dat kan. Dat gaat ook gebeuren. Want over een paar dagen speel ik alweer in Amsterdam. Waar nog kaarten... zijn nog kaarten over. Wel voor een tientje, de meeste. Maar je kan dan toch wel naar mijn oom, het Ambon, in Amsterdam. En dat wordt ook gewoon heel erg speciaal. Dus voor nu... we gaan weer even verder uitrusten. Ik ga nog eventjes het script doornemen. Dan even bij de jongens kijken. En dan ga ik gewoon relaxen. Alles relax. Er is een probleempje. Dat is een probleem. Ik open Qlab. En hij opent niet zoals ik hem ken. Dus in mijn hoofd is storing. Gezeik. En nu? En nu? Katomanta. Even kijken hoe het met mijn broeders gaat. Mijn broeders aan het doen zijn. Mijn brothers. Mijn brother. Team Krul. Team Krultang. Even naar Team Krultang. Team Krul. What's up? Hoe is het Team Krultang? Team Krultang. Wow, ik kom zo binnen. Ja. 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 Ja? Ja. Ja. Gaat goed? Team Krultang? Team Krultang is een beetje gekruld. Is de Q-lab een beetje raar aan het doen? Ja, een beetje wel, ja. Ja. Is er een kleine kink in de kabel? Ja, maar het lossen we het altijd op. Dus dat komt ook wel. Sowieso, handtam. Handtam, sowieso handtam. Maar het is wel vervelend. Zo, ja. Ik als digibeet zijnde, echt jongen, daar heb je niks aan mij achter met een laptop. Dat is zo vervelend. Maar Jozef daarentegen. Dat is een ander verhaal. Dat is een nieuwe generatie, hè. New generation. Is de nieuwe is een dikke kloof tussen ons. Ja, je toch, hij is net. Kloofje. Dikke kluif. Dikke kluif. Dikke kluif tussen jullie. Irritant. Nou, dan gaan jullie hun twee nog even verder kluiven. Hahaha.
Ja, ik kom nu. Nou, ik zag het al gebeuren. Ik kom naar beneden, ik ga naar beneden. Daarom is het echt super fijn dat we altijd lekker vroeg aanwezig zijn, zodat we alles lekker kunnen fixen. We gaan sowieso knallen, sowieso. Sowieso gaat het lukken, maar het is wel gewoon eventjes wachten, even geduld hebben. Toch, Jozef? Zeker. Zeker, zie je? Sowieso, zie je? 100. Zoals, kijk, daar is Leonard, die is gewoon druk bezig daar. Ja, iedereen zit er echt... Kijk hem gaan. Dus dan gaan we nog eventjes even lekker wachten. En ik vind het gewoon fijn om even hier te zitten, want ik zit net zo lekker. Tot zo. Volgens mij hebben we een breakthrough in het geluid. En ik ga er nu achter komen of dat ook echt zo is. Oh mijn god, dit is echt super spannend. Ik hoop het, Jozef. Gaan we ondertussen eventjes... O jee, hij gaat er goed voor zitten. Is het goed nieuws? Ja! Hij doet het! Ja! Yes, hij doet het. Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik, Jozef heeft gewoon gefixt. Jozef heeft gewoon gefixt. Jozef, you're the best! Woe! Jozef heeft gewoon gefixt. We gebruiken dus het programma Q-Lab. Voilà, ja. We gebruiken dus het programma Q-Lab. En er was gewoon even iets misgegaan. En Leonard, ja, hoe noem je jezelf, Leonard? Digibeet, hoe zei jij nou? Digileo Beet. En gelukkig is Jozef er. En die heeft dat gewoon echt binnen 3 minuten gewoon gefixt. Gewoon binnen 3 minuten gewoon. Dus we gaan nou gewoon verder. Het is gefixt. Yes! Enorm veel zin. Er zullen natuurlijk momenten zijn in het stuk waarin ik mijn stem een beetje ga verheffen. En dan zal ik misschien een beetje zo praten en ha 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 ha. Ja! Maar er zullen natuurlijk ook gewoon momenten, genoeg momenten zijn. Nee, niet heel erg veel. Waarin ik een beetje ga fluisteren, zo van ja, moet ik dat nou wel doen? En ja, ik snap het zelf ook niet. Maar, wat ik wel weet is hier in Den Bosch is het geluid altijd wel goed. Hier in Holland is het ook heel leuk. Voor mij hoef je echt niks meer te veranderen. Is echt helemaal goed. Ik hoor hem niet begrijpen. Maar toen zei mijn zoontje lief. We zijn nu even lekker aan het eten. Lekker eten. Gyros. Maar toen kwam de vraag. De stelling. Turken. Het lijkt eigenlijk heel erg veel op Turks eten. Of ja, of andersom. Ja. Het lijkt op elkaar. Turkije en Griekenland. We doen even een beetje de overeenkomsten en verschillen. Ja. Dus, de Turken hebben knoflooksaus en de Grieken hebben tzatziki. Ja. Vraag was, wat is lekkerder? Wat vind je lekkerder? Wat vind jij lekkerder? Grieks of Turks? Ik denk dat ik dan kies voor de knoflooksaus wel. Ja, hè? Ja. Yes! We zijn er weer! Misschien is deze vlog heel erg saai. Want je ziet ons alleen maar in het theater en voor de rest zie je eigenlijk niet zoveel. Maar zo ziet het nou eenmaal uit. Je hebt dus theatergezelschappen die echt met fucking bus komen en een vrachtwagen. Maar wij, Molukkers, zijn gewoon simpel. En soms ook niet. Maar deze show, we hebben niet zoveel nodig. Het enige wat we nodig hebben, we hebben gewoon elkaar nodig. En gewoon een goed verhaal. Als je dat hebt, gewoon elkaar. Een goed verhaal. En je vertrouwt elkaar. Dan kan er gewoon niks fout gaan. Dat had je al in de vorige beelden gezien. Dat er misschien een paar dingen misgingen met laptop en al die dingen. Maar uiteindelijk komt het gewoon altijd goed. Want dat is gewoon zo. Het komt altijd goed. Niet linksom, niet rechtsom, maakt niet uit. Het komt gewoon altijd goed. Alle lichten hangen erin. Soundcheck gedaan. Dus nu ga ik even met Leonard samen een doorloop doen. Voor de mensen die niet weten wat de doorloop betekent, is dat je gewoon even in het kort, even heel snel de show gaat spelen. Gewoon even heel snel. Zodat ik
mijn tekst gewoon weer weet. En zodat Leonard de techniek weet wanneer hij de lichten moet inzetten. En dat is altijd heel erg belangrijk. Ook al kennen we het stuk al heel erg goed, we blijven het altijd doen, hè Leo? Doorlopen, hè, is heel super belangrijk. Zeker wel. En waarom vind jij dat de doorloop super belangrijk is? Omdat dat de laatste notes zullen zijn voordat je een hele show van bijna 2 uur zal neerzetten. Dus is het misschien in ieder geval denk ik wel handig om voor jezelf een beetje globaal door het stuk in te gaan, zodat je weet waar je komt en welke dingen of de volgorde die je in je hoofd hebt nog blijft klopt. Of het nog überhaupt scherp nog even in je hoofd zit. En like, you gotta take 2 steps, you know? Two steps. Is mijn mic boven? Mic is daar. Oh ja. Nou, dan ga ik mijn mic eventjes installeren. En dan gaan we even doorlopen. Oké, zoals je kan zien, ben ik omgekleed. Ik ben ready to go, mijn headset zit in. Ik ben echt gespannen. Tering! Ja, sorry dat ik dat woord gebruik, maar ik ben echt gespannen. Iedereen is gewoon ready. Leonard staat klaar. Zit klaar achter de techniek bak. Jozef zit al bij de merchandise. Dus we gaan gewoon knallen nu. Het is nu 8:10. Over 5 minuten ga ik al op. Ik hoor dat er wordt geklopt aan de deur. Bolly, blijf. Is het gelukt met de zender? Ja. Ja? Even kijken. Ja, hij zit goed. Zit hij goed? Hij zit helemaal goed. Ja? Okay. Yes. Hey, nog 5 minuten. Yes. Moet jij nog hier aanvang komen geven? Nee, ik doe mijn zoek hier. Ja, is duidelijk. Oké, doei. Toppie, dankjewel. Dit was de techniek nog even. Wat een timing. Dus alles is gecheckt, alles is goed. Dus ik ga starten, jongens. Ik ga nou even voorbereiden. En dan zien we elkaar na de show. I love you all. Amato. Ik hoop van jullie en tot de volgende keer. Amato! Power! Maju! Ik ben dus echt net klaar met optreden. Dit was echt niet te geloven. Echt niet te geloven gewoon. Ik heb gewoon 20 minuten uitloop. Ik heb gewoon nog 2 minuten extra gegeven. Ik weet niet wat voor grap ik allemaal heb gemaakt. Maar het publiek gaf echt zoveel. Ik kreeg zoveel energie van het publiek, zoveel dat ik echt dingen heb bedacht die ik nou ben vergeten. Dus gelukkig is Leonard er altijd, die mij altijd scherp houdt. En hopelijk dat hij die grappen ook nog allemaal heeft onthouden. Maar echt, lieve, echt, ik ben echt kapot. Ik ben echt kapot. Ik weet niet, even kijken hoe laat het nu is. Oeh. Het is nu 11 uur. Het is gewoon 11 uur en we zijn gewoon 8:15 begonnen. Ik heb net even snelle handjes gegeven. In de foyer. Vergeten om deze camera mee te nemen, omdat ik nog zoveel adrenaline zit. Ik weet 100% zeker dat ik zo meteen ook niet kan slapen. Maar ik moet gewoon gaan slapen, want ik moet ook gewoon aan mijn rust denken. Maar voor nu echt Den Bosch. Voor al die mensen die zijn gekomen in een uitverkochte zaal. Echt uit de grond van mijn hart, dank jullie wel. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Net wat kon ik zoveel zeggen. En nou heb ik gewoon geen woorden meer. Mijn woorden zijn gewoon op. Dus ik hoop dat jullie mijn energie voelen. Trimakasi Banyak. Jullie hebben echt geen flauw nul hoeveel dit voor mij betekent. Dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om allemaal op een zondag een kaartje te kopen om naar mij te kijken. En morgen moeten jullie ook gewoon weer naar school of naar jullie werk. Maar ik hoop dat ik jullie gewoon even de lach heb gegeven. Want die lach die je net hoorde was echt gekhuis. Echt. Ik moest ook gewoon heel vaak gewoon eventjes pauzeren, omdat jullie gewoon de hele tijd aan het lachen waren. Maar dat is alleen maar goed. We gaan nu de spullen inpakken en dan gaan we gelijk naar huis. Want morgen een nieuwe dag. En dus morgen nog even 1 dag rusten. 1 dag rusten. En dan... Gaan we gewoon in Amsterdam. Stadsschouwburg Amsterdam. Ita. Dus, lieve mensen. Misschien vlog ik zo meteen nog wel wat. Misschien wel. Amato. Even lekker aan het eten. Dat is een lange dag, hè? Ja? Dan krijg ik gewoon weer honger. Ja. En wat doe ik dan met het overige eten wat er over is? Ja. Lekker choppen. Vreten. Dat is niet handig. Gewoon lekker vreten. Lekker vreten. Maar ja. Als je trek hebt, net de trek. Als je trek hebt, dan moet je eten.